Het is vandaag woensdag en ik heb zometeen een afspraak voor mijn nagels. En dat is echt flink nodig, want deze uitgroei is echt niet normaal. Het is volgens mij echt 6 weken geleden. Maar eerst was ik op vakantie, toen was zij op vakantie, dus we liepen elkaar een beetje mis. Daarna ga ik even langs mijn opa, want die heeft dus een nieuw hondje. Echt super schattig, dus het is een hele kleine rottweiler. Dus daar ga ik even langs om te kijken. En zoals jullie misschien achter mij kunnen zien, ga ik alvast wat kleding naar mijn vader verhuizen. Ik heb dat in de weekvlog helemaal nog niet besproken. Dus vorige week wel een andere video online gekomen waarin ik dus vertel dat ik weer terug ga wonen bij mijn vader. Ik zal er straks ook nog even beter op ingaan in deze weekvlog. Maar ik heb alvast wat koffers gevuld met zomerkleding, wat vuilniszakken gevuld met kleding. Dus die ga ik alvast bij mijn vader brengen. En ik ga mijn oude kamer daar een beetje uitzoeken en opruimen wat er allemaal weg kan. Want daar moeten natuurlijk weer al mijn spullen in. Dus ja, ik ga nu snel rijden, bril opzetten, navigatie aan. Dat is echt iets van mij dat ik woon al heel mijn leven in Den Haag, maar ik zet altijd nog mijn navigatie aan. Mijn nagels zijn weer gedaan, helemaal blij mee. Ik krijg dus echt best wel vaak de vraag altijd welke Biab kleur zo ik op heb. Nu heb ik het toevallig onthouden. Dit is de kleur Marrakesh. Heel erg blij mee. Vond het wel echt heel erg leuk voor de herfst weer. Ik ga nu naar mijn opa eventjes bij het hondje kijken. En dan rijd ik daarna door naar mijn vader om daar mijn vuilniszakken en zo te droppen. En alvast een beetje mijn kamer dingetjes uit te zoeken. Want er staan ook nog dingen van hiervoor. Dus dat moet ik ook eventjes gaan uitzoeken. Nou, voor alle mensen die twijfelen of er wel genoeg in een Fiat 500 past. Dit heb ik er allemaal in gekregen. Ik heb dus 2 koffers met zomerkleding. 3 zakken met zomerkleding. En hier nog nieuw dek met overtrek. Nog wat H&M dingetjes. En hier ook nog wat dingetjes. Dit wil ik eigenlijk eventjes tijdelijk als nachtpasjes gaan gebruiken. Dus daar heb ik er 2 van. Dus dit heb ik alvast meegenomen. En dat ga ik nu eventjes naar boven tillen. Voor de mensen die mijn weekvlogs echt al heel erg lang kijken, die zullen deze kamer denk ik wel een beetje herkennen. Het is een beetje veranderd sinds ik hier weg ben. Maar dit was dus mijn oude kamer bij mijn vader. Mijn vader heeft wel deze muur een beetje groenblauw geverfd. Niet helemaal mijn smaak, maar goed, ik denk dat ik het gewoon laat. Dit is ook een tijdje geweest de opslag- en inpakkamer van Fiore. Dus vandaar dat die stellingkast en zo er nog staat. Maar die gaat als het goed is weg. Dit kastje, ik denk dat ik deze wel laat. Maar die ga ik nu eventjes uitzoeken en uitruimen. Dit is allemaal zo even mij. Het bankje gaat weg. Ik heb dit even hier neergezet. Hier staat nog wat gereedschap van mijn vader. Wat sportspullen en andere troepjes. Mijn kamer is gewoon een soort van troepkamer geworden. Maar goed, daar moet natuurlijk verandering in komen. Want zoals ik zei, ga ik dus weer terug verhuizen naar mijn vader. Voor de mensen die de aparte video-update niet hebben gezien. Nee, Dagmar en ik hebben geen ruzie. We hebben het er goed samen over gehad. We hebben bijna 4 jaar samen gewoond. Voor de mensen die het niet weten, Dagmar is een van mijn beste vriendinnen. En daar woon ik bijna 4 jaar mee samen op onszelf. Maar aan alles komt ook een eind. En zoals nu komt er dus ook een eind aan het samenwonen. Stan en ik zouden het super, super leuk vinden om een appartementje samen te vinden. Of een leuk huisje. Maar zoals jullie ook weten is de huizenmarkt echt bizar op dit moment. Dus ga ik gewoon lekker tijdelijk terug naar mijn vader. Wat ik ook alleen maar heel erg gezellig vind. En totaal niet erg vind. Maar dat betekent wel dat al mijn spullen over moeten. En dat deze kamer dus soort leeg moet. Dus dat ga ik nu eventjes alvast een beetje doen. Ik ga even beginnen met deze kast. Want hier ligt gewoon heel veel troep. Oh! Allemaal schoolboeken. Hier al het beauty level boeken van de schoonheidsspecialistenopleiding. Ja, ik denk dat dit allemaal wel gewoon weg kan. Dus deze kast ga ik alvast een beetje even uitzoeken. Zodat deze gewoon leeg is en ik hier gewoon lekker ook spulletjes en zo in kan zetten. Want dit is best wel een chill kastje, denk ik. En ik heb natuurlijk ook nog mijn ladekasten thuis staan. Die neem ik wel gewoon mee. Dus daar kunnen ook heel veel spullen in. Maar het belangrijkste is dat deze kamer nu eerst eventjes leeg wordt. Oh,
Oké, ik heb nu deze kast leeggehaald. Althans, dit vond ik wel schattig om te bewaren. En hier ligt nog een bikini in die ik zelf wel wil houden. En ik dacht, dit staat er en dit. Maar dit is misschien best wel handig om mijn bed mee in te pakken. Want ik heb natuurlijk best wel een nieuw bed. En ik vind het heel erg zonde als dat beschadigt. Dus ik dacht, dit is misschien wel handig om te bewaren om dat mee in te pakken als ik ga verhuizen. En dit zijn allemaal dvd's. Daar moet mijn vader naar kijken. Dat is allemaal van hem. Verder gaat dit nu weg. Dit ga ik nu even weggooien. Het komt allemaal uit die kasten. En dit is allemaal wat we eigenlijk eventjes moeten wachten op het grof vel. Want dat kunnen we nu natuurlijk niet zomaar ergens dumpen. Bankje gaat weg. De badpakken, de mensen die mij ook al lang volgen, die weten dat ik ooit mijn eigen bikini- en badpakkenlijn heb gehad. Fiora. Daar hebben we nog best wel veel van over. Dus ik ga nu gewoon eventjes vriendinnetjes appen of mensen wat willen hebben, ja of nee. Dan kan ik dat voor ze meenemen. En anders gaat de rest denk ik gewoon weg. Ik weet gewoon eventjes niet goed wat ik ermee moet. Omdat die VOF is opgezegd. Dus via daar kan ik het ook niet meer verkopen. Dus ja, daar zit ik nog een beetje over in twijfel. Maar daar ga ik nog eventjes over nadenken. Het is vandaag donderdag. En we moeten vandaag weer gezellig werken. Bij Mas. Stan en ik hebben zo'n rare nacht gehad. We waren gisteren een serie aan het kijken. Toen waren we dus in slaap gevallen. Toen werden we dus om 2:50 wakker. Gewoon met al onze kleren aan. Op boven de dekens. De tv stond nog aan. Ik werd helemaal soort van verward wakker. Toen dacht ik, oh my god, het is al 3:00. Die wekker gaat bijna. Ik weet niet, slecht verhaal. Maar het was in ieder geval heel gek vannacht. Ja, ik ga nu lekker naar werk toe. Ik heb gisteravond weer allemaal kleding ingepakt. Dus er liggen weer allemaal vuilniszakken in mijn auto. Ik ga even kijken of ik die na werk bij mijn vader kan brengen. Of anders breng ik die morgen bij mijn vader. Maar ik ga in ieder geval eerst lekker dagje werken. Ik heb deze mega grote trui aan van de Primark. Want ik heb het echt heel erg koud. Het is gelukkig eindelijk wel een keertje droog vandaag. Dus dat scheelt. En daarbij heb ik deze broek van de Mango. En ik heb er ook zonder. En ik heb een heel pakket aan eten meegenomen. Want ik wil weer eventjes iets gezonder gaan doen. Want echt, na Rosas heb ik en niet meer gesport. En echt alles gevroten wat los en vast zat. Dus dat moet even veranderen. Dus ik heb even eten meegenomen. En ik ga nu lekker naar werk toe. Van werk. Ik heb echt al heel de dag zoveel zin in frietjes van de McDonald's. Toen reed ik langs de McDonald's, toen dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Toen ging ik de boodschappen doen, toen dacht ik, ik ga ze gewoon lekker thuis zelf maken. Dus ik heb hele dunne airfryer frietjes gehaald. En de mayonaise van de Albert Heijn. En dan ga ik het lekker zelf maken, want ik heb er zoveel zin in. En ik ga lekker lang liefde liefst kijken. Top. Het is vandaag vrijdag en ik ga naar Naaldwijk toe, want ik ga eventjes gezellig met Stan zijn moeder, zijn zus en de vriendin van zijn broer gaan we met z'n vieren even gezellig lunchen. Helemaal zin in. En daarna wil ik eigenlijk eventjes naar mijn vader rijden om al deze films ook daar af te zetten met allemaal kleding. Verder vandaag heb ik eigenlijk nog niet echt een planning. Ik ga nu even adres invullen, want ik kan echt 30 keer ergens heen rijden en nog steeds niet weten waar ik heen moet. Dat ik daar gelijk op uitkom, want anders weet ik ook niet waar ik heen moet. Dus ik ga snel rijden en gezellig lunchen. Het is vandaag zaterdag en ik ga zo meteen eventjes met Hugh naar de stad om even wat foto's te maken. We hebben niet heel erg lang de tijd, dus ik heb 2 dingetjes bij me. Ik moet even een foto maken van de veer. Met deze kettingjes en deze armbandjes erbij heb ik gekregen. Echt heel erg leuk. En ik heb dus 2 paar nieuwe Uggs besteld bij Omoda en een blazer van Harper. Die blazer heb ik nu hieronder aan. Zal ik zo meteen wel even wat beter laten zien, maar mijn Uggs vind ik toch zo leuk. Ik denk dat de meningen erover verdeeld zijn.
Maar ik vind ze echt enig. En ik heb daar dus nog een paar, maar die zal ik straks wel laten zien, want ik heb nu een beetje haast. Ik ben weer lekker thuis. Dit is niet het allerbeste licht om in te filmen, maar het is ook al 12:30 s'nachts. We gingen met die meiden eventjes gezellig een drankje doen in de stad. Nog voor keer de verjaardag was echt super gezellig. Dus dat, ben nu lekker thuis. We hebben net nog even lekker patat gegeten bij Piet Patat. Dat was echt zoveel zin in. En ik heb dus vanmiddag heel veel ingepakt. Eigenlijk zo goed als al deze ladekasten helemaal uitgeruimd. Ik ga die denk ik niet meenemen naar mijn vader. En ik denk verkopen voor een klein prijsje. En ik denk dat ik dat op mijn Insta-story gezet heb. Dus als iemand interesse heeft, hou mijn Insta-story even in de gaten. En ik wist niet dat ik er zo slecht uitzag. Ik ga nu eventjes op de stam wachten. Dus met die gasten gezellig even wat doen. En ik kom daarna hier slapen. Dus ik ga nog even lekker een filmpje kijken in bed. En dan lekker op hem wachten. Ik was mijn verhaal aan het vertellen. Deze doos helemaal ingepakt. Het zijn er in totaal 12. Heel erg veel. Ik heb mijn schoenen ook een beetje leeggehaald en zo. Ik heb deze plankjes leeggehaald. En dus vooral die kasten. En morgen is het dus zondag. En ga ik denk ik alvast wat dingen weer heen en weer naar mijn vader toe rijden. Want mijn auto ligt ook helemaal vol met die vuilniszakken. Dat wilde ik eigenlijk gisteren doen. Maar had ik geen tijd meer voor. Dus ik denk dat ik het morgen ga doen. Want ik heb morgen verder toch niks op de planning staan. Maar goed, ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Ik ga lekker in bed liggen. Ik heb trouwens dit blouseje aan van Gina Tricot. Die heb ik nieuw. Helemaal leuk. En dan zien jullie mij morgen weer. Het is vandaag zondag. Ik zie er echt niet uit. Ik heb lekker geen make-up op gedaan. En ik kan ook alweer een zonnebankje gebruiken. Mijn goede. Maar ik ben weer bezig geweest met wat dingetjes op te ruimen. Ik vertelde natuurlijk gisteren dat ik deze dozen helemaal heb ingepakt. Met de inhoud van deze ladekasten. Die zijn eigenlijk ook zo goed als leeg. Ik heb bijvoorbeeld nog even twee tassen erin liggen. Wat ik extra kan gaan gebruiken. Hier nog een beetje dingetjes wat ik nu nog nodig heb. Dit is eigenlijk ook wel zo goed als leeg. Alleen deze moet nog. Hier zit wel veel in. En deze ga ik nu doen. Dit is allemaal sportkleding. Dus dat ga ik nu eventjes leeghalen. Nou, dit is een beetje wat ik nu nog gebruik. Want ik moet natuurlijk ook kleren hebben om nu nog aan te trekken. En dat is ook een beetje wat ik nog gebruik. En dan in de kledingkamer heb ik net even weer deze twee vuilniszakken met kleding gevuld. Ik heb dus hier mijn spullen uitgehaald. Zoals jurkjes en jasjes en dingen. Broeken heb ik eruit gehaald. En even kijken. Hier heb ik mijn blouses en topjes weggehaald. En hier mijn truien. Heb ik hier alleen echt nog heel erg veel schoenen. Maar dat wil ik denk ik twijfel. Misschien wel gewoon in een vuilniszak doen. En eerst was ik ook echt helemaal kleding aan het uitzoeken. Van, dit kan in de Vinted zak en dit gaat mee. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, weet je, ik gooi gewoon alles bij elkaar. En dan als ik bij mijn vader mijn nieuwe kast ga indelen, dan ga ik wel kijken van, oké, dit kan op Vinted en dit ga ik houden. Ik heb hier wel twee zakken staan met dingetjes die op Vinted gaan. Want toen deed ik het dus nog wel op die manier. Maar nu heb ik gewoon alles erin gegooid. En ik dacht, ik kijk daar wel. Verder ga ik ook echt eventjes douchen. Want dat heb ik ook nog niet gedaan vandaag. En ik heb hier ook wat tassen hangen. Die kan ik misschien ook wel gelijk eventjes erin doen. Er is nog ruimte in deze zak. Deze van Nuno. Maar is erg zwaar. Oh, er zit een paraplu in. Ook handig. Deze. De groene is van Dag. De rode is van mij. Deze van Pauline is van mij. En deze roze Nuno is ook van mij.
moet ook echt heel eerlijk zeggen, nu ik zo zeg maar alles aan het uitzoeken, nou niet aan het uitzoeken, maar alles bij elkaar aan het zoeken ben om mee te nemen. Ik heb zoveel cowboylaarzen, gewoon 5 van die verhuizen zitten alleen al voor met cowboylaarzen. Ik heb zoveel tassen, zoveel kleren, dus het is ook wel even een goed besefmomentje dat ik echt genoeg spullen heb. En dat ik ook echt dingen ga uitzoeken. Dus er gaat echt weer heel erg veel op Vinted komen. Ik ga deze keer ook mijn tassen en zo een beetje uitzoeken. Maar voor nu ga ik gewoon alles lekker meenemen naar mijn vader. En dan kijk ik daar wel wat ik ga houden en wat ik niet ga houden. Ik ga even een nieuwe vuilniszak erbij pakken. En dan ga ik even mijn sportla inpakken. En ik moet trouwens ook zo meteen echt even mijn sportabonnement gaan opzeggen. Want dat is natuurlijk veel te ver vanaf mijn vader. Moet ik elke keer een half uur met de scooter om te gaan sporten. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Wordt ook een beetje zonde om door te blijven vertellen. Dus die ga ik zo meteen gelijk eventjes stopzetten. Het is vandaag maandag. En ik had echt gehoopt vandaag nog even lekker buiten voor jullie te kunnen gaan filmen. Ik was natuurlijk afgelopen zaterdag met jullie even wat foto's gaan maken. Alleen eigenlijk echt al heel snel voelde ze zich niet zo lekker. Dus toen zeiden we, nou dan gaan we maandag wel gewoon verder. Maar ze appte vanmorgen dat ze eigenlijk nog steeds niet echt beter was. Dus of we het konden verplaatsen. Dus dat gaan we natuurlijk gewoon doen. Maar daardoor ga ik dus niet echt naar buiten vandaag. Ik heb net 3 TikToks zelf thuis opgenomen. En die ga ik nu eventjes bewerken en gelijk erop zetten. En ik ga weer eventjes een beetje verder met wat spulletjes inpakken. Want vanavond wordt het grof vuil bij mijn vader opgehaald. Dus dan ga ik eventjes helpen. En dan neem ik ook gelijk alvast wat vuilniszakken weer mee naar hem toe. Zodat ik die daar alvast kan neerzetten. En dan als het goed is of komend weekend of dat weekend daarna kunnen we een busje lenen om echt alle grote meubels te verhuizen. Ik heb gisteravond ook eventjes gekeken naar een nieuwe kledingkast. Want de kledingkast die hier staat, die laat ik gewoon staan. Want dat ding, toen we zeg maar hierheen verhuisden, toen viel die al bijna uit elkaar. Dus mijn vader zei van Fleur, dit kunnen we echt niet nog een keer loshalen en weer opnieuw in elkaar zetten. Dus die laten we gewoon lekker staan en dan ga ik een nieuwe kopen. En ik had al eventjes gekeken bij de IKEA, want je hebt dus nu ook, je hebt dus nu die pakskast dus ook in een nieuwe kleur. En die vind ik echt heel erg mooi. Het is een beetje beige, hè? Alleen ik twijfel een beetje, want de kamer bij mijn vader, die muur, is dus blauw. En eerst dacht ik van, die laat ik gewoon blauw. Maar nu heb ik zoiets van, heb ik een blauwe muur, beige kasten. En dat witte ladekastje die in mijn kamer staat, die ga ik ook meenemen. Heb ik ook nog wit. Of misschien een beetje veel. Dus misschien dat ik vanavond mijn vader even lief ga aankijken. Of ik toch die muur mag verven. Maar dit is in ieder geval de kast die ik nu heb gemaakt. En dan daartussen ga ik dan dat ladekastje zetten. Ik wilde eigenlijk eerst 3 kasten naast elkaar. Alleen, wij dachten dus dat mijn muur in mijn kamer 3 meter was. En die kasten zijn 1 meter, dus dat zou dan precies passen. Maar toen ging ik het gisteren eventjes voor zekerheid opmeten met mijn vader. En toen stond er dat mijn muur 3,90 is. Dus dat past helemaal niet. Dus ik dacht, dan doe ik gewoon deze 2 kasten. En dan daartussen die ladekast. Maar goed, die moet ik eventjes gaan bestellen. Maar daar wacht ik nog heel eventjes mee. Tot ik zeker weet wanneer we precies alles gaan verhuizen. Ik ga eventjes die reels bewerken. Ik had er dus ook eentje voor Leveer gemaakt. Ik zal ze hier in deze weekvlog ook wel eventjes aan je laten zien. Dat is misschien wel leuk. Ik had weer een pakketje van Leveer gekregen. Met deze sieraden uit hun nieuwste collectie. En ik dacht, misschien is het wel heel erg leuk om hier samen een herfstoutfit bij te bedenken. Dit is de outfit die ik erbij heb gepakt om de sieraden mee te combineren. Allereerst deze grijze trui van Naked. En dan voor daaronder dit rokje van Gina Tricot. Dan heb ik deze laars voor daaronder. Deze zijn van Sasha in samenwerking met Le Café Noir. Ik vind vooral die achterkant echt heel erg leuk. Dus die ga ik eronder doen. En dan om het af te stelen heb ik hier nog een trenchcoat van Arquette en mijn zonnebril. Ik heb de outfit aangetrokken en ik had het nog niet gepast. Maar ik vind het best wel leuk zijn bij elkaar. Vooral met van die hoge laars eronder. En dan natuurlijk nog de kettingen erbij om er een beetje kleur aan toe te voegen. Hier zo slecht in om zelf te doen. Ja. Zo. En dan deze met dat schelpje eronder. Nou, dit is toch helemaal leuk. En het leuke is dus ook dat die armband dus helemaal matcht met de ketting. En als laatste bril erbij. Eigenlijk had ik er ook nog een tas bij willen doen om het echt af te maken. Maar die zitten allemaal in verhuisdozen. Dus dat gaat eventjes niet. Maar ook al zit er geen tas bij. Ik vind dit echt wel een hele leuke outfit eigenlijk. Toch een beetje kleur, maar ook weer een beetje herfst. Dus helemaal leuk.
Vorige week had ik voor het eerst een video geplaatst dat ik pratend een ontboeking ging doen. En ik vond het eigenlijk echt heel erg leuk. En jullie reageerden er ook helemaal leuk op. Dus ik dacht, ik ga het vandaag gewoon nog een keer doen. Dus die gaan we eventjes samen openmaken. Allereerst zit er een pakketje voor Madelief in, dus ik ga hem eventjes dicht laten. Toen we op Ibiza waren, had ik een jurk bij me van Naked. En die vond ze zo mooi. Toen zei ik van, als ik volgende keer bij Naked weer wat dingetjes mag uitzoeken, dan bestel ik die jurk voor je. Dus die is voor haar. Dan een hele lekkere trui. En die heb ik nu dus ook aan in het grijs van Naked. Maar die heb ik nu ook in het crème besteld. We hadden hem alleen nog maar een maatje M. Want die trui die ik nu aan heb is een S. Maar ik dacht, ik wil hem gewoon zo graag hebben. En oversized vind ik ook heel erg leuk. Dan twee dingen wat echt mega zomers is. Maar ik zag het en ik vond het zo leuk. En ik hou gewoon echt van de zomer. Dus ik dacht, weet je, ik bestel het gewoon alvast. En dat is zo'n hele lange maxi jurk. En deze heb ik in een maatje 32. En die heb ik dus ook in het zwart besteld. Precies dezelfde, maar dan in het zwart. Ik heb verder eigenlijk alleen maar broeken besteld. Allereerst een lekkere chill broek voor thuis. Hier hoorde eigenlijk ook een trui bij, maar die trui die was uitverkocht. Heb ik in een maat XS. Dan een soort pantalonbroek. En deze hadden ze dus op de site gecombineerd met deze trui. Dat vond ik er echt heel erg leuk uitzien. Die heb ik ook in een maat 32. Dan ben ik echt op zoek naar de perfecte spijkerbroek. Ik heb echt spijkerbroekencrisis. Ik vind wassings van mijn spijkerbroek altijd zo lastig of ik het nou wel of niet mooi vind, maar deze vind ik wel erg mooi. En ook deze heb ik in de 32. En als laatste deze bruine kop. Ik dacht dat is misschien wel heel leuk met die beige trui. Zeg maar deze, maar dan niet beige. Maar deze ook in een maat 32. Ik heb allereerst deze broek eventjes aangetrokken met die trui die ik net al aan had. Omdat ze het natuurlijk op de site ook zo hadden gecombineerd. En die broek die zit eigenlijk echt perfect. Je kan hem niet echt strakker of losser maken. Want er zitten geen touwtjes aan. Maar eigenlijk zit hij wel heel erg goed. Deze broek, die joggingbroek, is een beetje aan de grote kant. Kijk, het lubbert hier ook helemaal. Maar op zich voor thuis. Ik ga dit toch alleen thuis dragen. Dus voor dan vind ik het wel heel erg lekker. Die spijkerbroek zit eigenlijk ook echt helemaal goed. Ik vind het wel leuk. Ook met deze trui erop. Ik vind de combinatie van deze trui en deze broek misschien iets minder leuk dan wat ik in gedachten had. Maar apart vind ik het wel hele leuke items. Ik merk wel echt dat die een maatje groter is. Dus natuurlijk een M. En die grijs was een S. Maar op zich, voor de winter en voor de herfst, vind ik dat wel lekker als het allemaal wat groter is. Nou, ik vind dit echt heel erg leuk voor de zomer. Als je bruin bent over je bikini heen, zo'n lange jurk. Daar komt echt helemaal tot aan de grond. Misschien een beetje vroeg om nu al zomerdingen te kopen, maar ik vind het leuk. Ik ga even de zwarte aantrekken. Ik vind hem in zwart nog leuker dan die witte. Mensen zullen dit wel echt super simpel vinden, want het is natuurlijk gewoon een doek wat zo zwierig om je heen hangt. Maar ik vind het wel wat hebben. Helemaal leuk.